don't mind you keep on sailing, but please don't sail so long. You know I miss you, baby. I need my little honeybee. Mijn naam is Hein Meijer. Mijn artiestennaam is Lil Boogie Boy. En we spelen samen in de Lil Boogie Boy Blues Band. Met Jan de Boer op bas en Bert Vondery. En met z'n drieën maken we blues. Zeg een mix van traditionele Chicago blues, Mississippi blues, soul blues. Maar op een manier gebracht met positieve energie. We noemen het happy blues. Mensen zeggen stevast dat ze vrolijk worden van onze muziek. Dus daar ligt onze kracht. Nou, het is niet zo dat elke song bij ons per se happy is en de boodschap helemaal niet. Maar blues heeft inderdaad een naam vaak tragische thema's, dramatische thema's, drama. Maar zelf ben ik van mening dat de blues gaat gewoon over het leven, goed en slecht. Er zijn genoeg positieve blues songteksten te vinden, maar toch heeft blues de naam. Ik vind het wel een negatieve naam eigenlijk. En ik snap wel waar het vandaan komt natuurlijk. De historie van de blues. Ten tijde van de slavernij. En de mensen zijn natuurlijk zwaar onderdrukt. En daar is de muziek uit ontstaan. En dat is zeer negatief. Maar je ziet door de jaren heen dat die muziek is zich gaan ontwikkelen. Blues, soul blues, rock and roll komt er vandaan. En lang niet alle blues is per se negatief. Het gaat gewoon over het leven. Dus als blues een naam heeft negatief te zijn, draaien wij het liever om en maken het positief van. Dat wil niet zeggen dat alles positief is. Maar ik wil wel zeggen dat je speelt die muziek om het leven te vieren. En zowel goed als slecht. En die viering van het leven met live muziek. Mensen genieten van live muziek, dat is de bedoeling. Het is entertainment. Dus wij noemen het happy blues. Ja. You know it sounds just like my little honeybee. I hear a lot of buzzing. You know, it sounds just like my little honeybee. Door de jaren heen zijn we steeds vaker Amerikaanse muzikanten gaan begeleiden. Dat is begonnen met mijn eerste reis naar Chicago. Dat was in 1992. Ik was toen 18 jaar oud. En om de clubs binnen te mogen, want als je in Amerika naar een café toe wil of een bluesclub, moet je 21 zijn, had ik een vals paspoort mee. Met het valse paspoort kwam ik die clubs overal binnen. En ik was fan van Magic Slim en de Teardrops, waarvan John Primer de gitarist was. En hun waren op de hoogte van het feit dat ik nog geen 21 was. Dus ze noemden mij Little Boogie Boy, want ik was heel enthousiast. Ik stond te dansen en ik vond het zo geweldig om daar in Chicago te zijn op 18-jarige leeftijd. En al die optredens mee te maken. Dus daar komt die naam vandaan. En we hebben altijd contact blijven houden. Muzikanten John Primer hebben toen een aantal jaar later overgehaald voor een tournee. Dat was in 2004 de eerste keer. En daarna hebben we dat nog vele keren gedaan. Maar ook Magic Slim's broer Nick Holt hebben we overgehaald. En daarna is dat balletje gaan rollen. En hebben we gespeeld met bijvoorbeeld RJ Michaud, een harmonica speler. Tail Dragger. Harmonica Shaw. Wallace Coleman. Nou ja, het is een behoorlijke lijst. Ja. En dat is super leuk. Het is heel leerzaam. Want iedere muzikant heeft zijn eigen stijl en zijn eigen roots. En daar leer je van om daarmee samen te spelen. Ja. In Chicago heb je de North Side en de South Side. Uiteraard ook East en West Side. Maar de North Side is het wat luxere gedeelte. De South Side zijn de ghetto's. En de meest toeristische bluesclubs die liggen in de North Side. Maar ik wilde het allemaal meemaken. Dus ik ging juist ook vooral naar die South Side. En de mensen daar vonden het hartstikke leuk om je te zien wanneer je eenmaal binnen was in een club. Maar op straat was het... Was het af en toe spannend en soms liet ze me ook in zo'n bluesclub liet ze me niet alleen naar buiten gaan. Er ging er iemand mee die zorgde dat ik in de taxi stapte, want het is gevaarlijk. Maar de mensen in de bluesclubs en de muzikanten vinden het geweldig, want het is voor hun ook een compliment dat hun muziek
wat hun eigenlijk kennen vanuit hun cultuur en vanuit de ghetto waar die muziek gemaakt werd. En dat dat helemaal aan de andere kant van de oceaan ook gewoon bekend is. Dat vinden ze geweldig. Drink wine in the morning, drink wine late at night. All you want to do ain't nothing, nothing but fussing and fight. You ought to be ashamed. Treat me the way you do. Mijn boodschap voor de wereld is, het is vooral wat ik zeg, happy blues, positiviteit. De muziek die ik maak is muziek die ik graag zelf luister, die ik zelf graag speel. En als ik dat kan delen met mensen die daarvan genieten, dan is dat dan is het een energieuitwisseling. Ik bedoel, je maakt elkaar blij en het is genieten. En wat ik merk is, toen ik zelf jong was, ben ik zeer geïnspireerd geraakt door die oude muzikanten die ik om me heen zag. En als ik nu mensen om me heen zie die ook weer geïnspireerd maar raken door de muziek die we spelen. Dat is je geeft het door. En muziek is voor mij een heel belangrijk deel in mijn leven. Ik kan me geen leven zonder muziek voorstellen. Dus ja, ik wil dat zoveel mogelijk delen met andere mensen. En zolang dat goed gaat, waarom niet?